Heb je haar weer? Ja. Met die hakken. Niet normaal als je dat doet. Ja. Op de basisschool leefde ik in mijn eigen wereldje. Echt zo'n nerd, weet je wel. In de brugklas zou ik alles anders doen. Ik dacht dat het lukte. Tot vandaag. Een paar dagen geleden was alles nog oké. Oh, ik word echt helemaal gek. Niks om aan te trekken, alleen maar oude zooi. Die broek die wij toen laatst hebben gekocht. Och man, die broek kan echt niet. Dat had ik er goedkoop en hij zat even goed. Alleen nu heb ik echt zo'n lubberkont in. Nou, dat hoeft toch niet allemaal zo strak? Duh. Weet je niet wat voor fout merk dat was? Nou, vroeger kon ik jou helemaal niks schelen wat voor merk iets was. Als het maar leuk vond. Ja, vroeger. Mijn ouders willen echt dat ik een baby blijf. Dat ik hakken ging dragen was al een megastap voor ze. Ik bedoel, ik zit nu op de middelbare school. Hoe overleef ik de middelbare school? Les 1. Zorg altijd voor een sidekick, zodat je nooit, maar dan ook nooit alleen bent. Een sidekick? Dat is iemand naast jou, die er altijd goed uitziet, maar altijd net iets lelijker dan jij. Beter dat ze ook wat dommer is. Hey, Lisa! Diana, hey. Mijn nieuwe beste vriendin. Ja, ik snap hem wel. Hoe ging het? Les 2, naar boven slijmen en naar onder trappen. Dat is Leon, mijn vriend. Hey. Al 4 maanden, sinds brugklaskamp. Nee, daar heb je de computer voor je weer. Hij is echt serieus dat hij bij ons kan staan, hè? Maar hij volgt je overal. Heb je honing naar je kont of zo? Relaxed, oké? Okay? Hey, moet je kijken. Zo. De telefoon ook. Ja. Zo. Bzzz, ja. Lekker honing. Ja, en camera. Kappen nou, oké? Okay? Wat doe ik? Doe ik iets? Hé, hey, maar Leon. Hé, hey, later, hè. Ik ben het echt zat, dat gedoe met jou. Gedoe? Ja, over mijn kleding, over mijn vrienden. Over alles wat ik wel en niet mag doen. Jij bepaalt niet met wie ik omga. Ach, kom op, Ilko is gewoon een nerd. Nee, ja, je hebt gewoon een bord voor je kop. Kom, we gaan. Leon, wacht nou even. Ach, nee, het is uit, oké? Okay? Het is uit. Leon dacht dat hij van me af was, maar ik wist nog iets van hem, zijn wachtwoord. Het was zo simpel. Gewoon als Leon inloggen en zoveel mogelijk erge teksten naar al zijn vrienden sturen. Hey, poser. Ja, je bent echt fake man. Ik heb niet. Ga alleen maar met je om. Dat je dure kleding vraagt. Maar je moeder is echt lelijk. Oh, je bent echt erg. Oh, pardon. Ken je haar soms uit de dierentuin? Oh. Ja, nu Ilko nog. Ilko. De volgende dag was het al meteen raak. Jij moet echt oppassen, jongen. Ik heb het helemaal niet gezegd. Je moeder hoort zelf net in de tuin, net een gorilla. Hey. Kom dan, hè. Op innen durf je wel. Hé, hey, ophouden, zei ik. Jij hebt mijn wachtwoorden. Kom. Heb jij. Allebei. Hey. Allebei. En wat ik dus vergeten was, Leon had ooit een filmpje gemaakt van mij op zijn mobiel. Leon! Kijk, een chickie op mijn kamer.
Wat denk je wat ze gaan zeggen als ze erachter komen? Wat vind jij van mij? Dat zullen ze echt never meer begrijpen. Echt zo van, een verkering. Het zijn allemaal zulke kindjes bij ons in de klas. Ze zijn niks gewend. Die meisjes zijn zo triest, hè. Echt zo van, ga met poppen spelen of zo. Maar de jongens is nog veel erger. Net als die Ilko. Hij komt echt op 8. Nou ja, beter toch? Hoe dommer ze zijn, hoe beter wij het als onderdaantjes kunnen gebruiken. Jij bent echt erg. Het zijn allemaal zulke kindjes bij ons in de klas. Die meisjes zijn zo triest, hè. Zo triest, hè. Echt zo van, ga met poppen spelen of zo. Ja, beter toch? Hoe dommer ze zijn, hoe beter wij het als onderdaantjes kunnen gebruiken. Lies! Lisa! Oh, je bent er toch. Kom je eten? Wat is er, schat? Niks, ik voel me niet zo lekker. Nou, misschien moet je wat eten. Kom je, want we zitten op jou te wachten. Ja, kom zo. Nee, je komt nu. Ja. Nu! Vanochtend wilde ik zo graag thuis blijven. In bed, onder de dekens, doen alsof ik ziek was. Maar ik dacht, misschien valt het best wel mee. Iedereen ouwehoert toch wel eens wat?